Fantastisch. Allemaal mensen. Nou ja, misschien wel. Als er maar niets gebroken is. Maar ik zou zeggen, daar gaan wij. Ja, prachtig. Juist, yes. Even kijken. Machtig. Ik geloof dat ik hem hoor. Ja, ben je er nou? Ja. Nee, kijk nou eens Hermine. Wat leuk. Geweldig. Dat is wel leuk. Wat leuk. Dit is de eerste keer, hè? Ja, nou, ja. Dit is de eerste keer. We maken er wat van. We maken er ja, zullen wij er wat leuks van maken? Doen we. Dat moet lukken. Ja, want dan weet je, dat is een tijd geleden, hoor. Dat is goed. Ik zou zeggen... Hermine gaat zitten. Ja, dat... Dat is Hermine, neem ik aan, hè? Dat ben ik. Ja, dat ben ik. Dat ben ik. Ja, zag ik meteen wel. Ja, ja. Dat haar en zo, dat doet me erg denken aan Hermine. Juist. Nooit eerder gezien. Ja, eens even kijken. Dan moeten jullie eens goed naar me luisteren. Hoe gaat het eigenlijk met jullie? Met ons gaat het fantastisch. Ja, ja. Mag ik je iets vragen? Ja. Zijn jullie nou echte tukkers? Dat wil zeggen, ik ben een echte tukker. Waar kun je dat nou zien dat je zegt, dat is een tukker? Waar zie je dat dan aan? Nou, dat zou je niet kunnen zien, maar wel aan het dialect wat ik spreek. Oh. Want als ik dus plat praat, dan verstaat niemand niet meer. Dat geeft eigenlijk hem. Wat zei u dan? Ja, zie wel, dat is het dialect. Dus, dat is het tukkers, hè. Ja. Ik ben in Oldenzaal geboren. Ja. Ik zou ook zo nog eens iets willen. Ik weet een klein beetje, jullie hebben iets met de kerk te maken gehad. Meen ik daarin. Ja. Maar goed, daar zouden wij niet over praten. Dat vind ik ook maar beter. Want uiteindelijk, als ik naar de kerk ga, dan ga ik toch altijd het woord zeggen de kerk uit. Heel goed. Neem ik wel een keer een grapje van mij. Maar gaan we thans gewoon verder. Ik heb dus hier een koffer. En die zit nogal behoorlijk vol met jawel, prachtige dingen allemaal. Krijgen en we daar nu? Zullen jullie erg van opkijken. Ja, we gaan thans gewoon beginnen. Eens even kijken, waar heb ik dat? Oh ja, hier moet ik. Als ik nou iets, moet jullie luisteren naar mij. Als ik nou iets geef, hè, dan moeten jullie daarop reageren. Hè, dat je zegt, weet je wat het is? Reageren. Nou, en dan zeg je, nou, dat vind ik nou leuk. Hè. Ik zou... Voor wie zou dat zijn? Niet voor mij. Dat is voor mij en dat vind ik nou leuk. Hermine, moet je dit eens zien? Dit is... Nou, dat doet me denken aan mijn jeugd. Ja. Dat is lang geleden natuurlijk, maar toch. Ja, en? En het ontroert me ook, hè? Ja. Ja, ik ging vroeger zien. Met mijn... Je kunt het zien. Ik kreeg een brok. Ja. Ik ging met mijn vader vissen vroeger. Met mijn broer. En ik vis nog. En het, weet je... Je wordt er rustig van. Het is echt, het kalmeert. Het is geen valeriaan of zoiets. Nee. Dat je vader die, neem niet kwalijk, ik wist het niet. Ik vind het is het beste geneesmiddel wat er is. Ja, nou goed, gezond. Ik zou zeggen, stop het maar weg. Ik wil hier eventjes iets heel leuks tevoorschijn. Ja, daar komt hij hoor. Kijk nou. Even wat denken. Zou dat dan zijn en voor wie? Ja, juist. Vast. Voor Gert. Voor mij. Kijk eens, Gert. En daar moet ik iets bij denken. Ja, waar doet jou dat nou aan denken? Het is een spaarpot. Maar dat hij is leeg, dus hij past wel bij mij. Niet direct over andere dingen denken. Nee, spaarpot, ik we zie hebben het wel. Nou over hier. Clowntje. Ja. Carrière. Ja. Ja. Circus. Circus, geweldig. Daar heb je toch iets mee meegemaakt? Ja. Je hebt toch als ook kind, in een circus gezeten? Als kind was ik zo verzot op circus. Ja, een clown, hè? Dat ik, vooral clowns, dat vond ik altijd mooi, maar ook de manege zelf. In elk geval, ik heb het gepresteerd en het was in die dagen heel verschrikkelijk. Om 9 dagen te spijbelen van de lagere school. En om elke dag naar de circus toe te gaan. Om te helpen opbouwen, meehelpen in de stallen. Leuk. Ja, hier zit nog meer aan vast, Dolf. Oeh, dat is leuk. Ja, niet alleen het verhaal van het circus en het spijbelen, maar ook dat ik zelf een circus in elkaar stampte. Dan ging je buitenaf
ergens een grote piste maken. Die werden uitgegraven, de graszoden werden uitgehaald en er werd een verhoging gemaakt. En dan kwamen de kindertjes dan te zitten en dan moesten we dus bepaalde acts hebben natuurlijk. Hè. We moesten een goede act hebben. Ja, ja. Ik had een act met een tafeltje, daarop een rol en daarop een plankje en dan maakte ik allerlei kunstjes en speelde ik accordeon erbij. Maar we moesten ook een clown hebben en ik denk dat het daar ook wel naartoe gaat. Ik had een buurjongetje, die heette Albert Kiers. Albert Kiers was van mijn leeftijd en ik was dan altijd de leider van de groep in de straat. En dat het enige wat ik deed was, Albert, je moet vandaag komen, want we hebben vanmiddag om 3:00 circus. En we hebben dus 20 kaartjes verkocht, A1 cent per stuk. En jij bent vanmiddag de clown. Zegt hij, oké. Ik zeg, maar dan gaan we nu eerst oefenen. Dus morgens om 10:00 ging ik hem vast schilderen. Maar ik had geen waterverf, maar ik ging bij vader in de schuur kijken. Oh, en die had allerlei potten met olieverf te staan. Dus ik heb die jongen ongeveer zo gekleurd zoals deze, met echte verf. Ja. En om 12:00 werd hij geroepen. En dan was het Aldert, je moet thuis komen eten. En dan kwam Aldert met die beschilderde kop binnen. En dan hoorde ik dat de buurvrouw verschrikkelijk tekeer gaan tegen hem. Je bent zeker weer met die vent van Timmerman omgegaan. En mee naar buiten toe. En er werd er, in die tijd, wat had je van zeep? Er waren geen oplosmiddelen. Dus die moeder, die pakte gewoon een bus Vim. En dan werd dat kereltje helemaal schoongepoend. Helemaal rood als een kreeft was. Die kwam die smiddags en zei, ja, ik mag niet meer van mijn moeder. Ik zei, ja, moet je luisteren. Dan hoor je niet meer bij de club. Nee. Dan hoor je niet meer bij de club. Je moet clown zijn, want de katers zijn allemaal verkocht. En weer schilderen met dezelfde olieverf werd hij weer opnieuw geschilderd. En dat is, dat heeft dan te maken met deze clown. Het artiestenvak trok mij dus. Ja, dat dacht ik al. En eigenlijk lijk je er nog op. Ja, dat dacht ik ook. Jawel, als ik wat gedronken heb, die neus. Ja, ik heb nog zulke leuke dingen. Hallo, ik heb ik heb nog hele leuke dingen. Dus even kijken. Maar dat nu... Wat heeft hij toch allemaal? Oh, machtig. Ja, ik kom. Prachtig. Jongen. Ja, ik heb hem. Je raadt het nooit. Kijk nou eens wat ik hier heb. Oh. Ja, ho, ho, ho. Oh, mag ik hem niet even pakken? Eerst zeggen waar dat aan jou doet. Het is een open wagen. Ja, het is een open wagen. Dit is... Ik weet het. Het is... Ja. Die is niet voor jou. Die is niet voor jou. Nou, ik weet niet of die een ander model, maar een open wagen, dat was mijn eerste auto. Ja, dat wil je daar naartoe? Maar het is een Ford Mustang, dat dit, hè? Hartstikke leuk. Dan geef ik hem zo door aan jou, want je hebt een Ford Mustang gehad. Ik heb een Mustang gehad. Nou, mijn eerste auto was een Oldsmobile uit de jaren 55. En ik wou dat ik hem nog had, maar dat was één met open kap. Ja. En ik was een snotneusje van 17 jaar. Ja. En ik heb hem geruild voor een brommer. En ik moest 1000 gulden toebetalen. En dat heb ik dan via vader en moeder toch nog klaar kunnen spelen. Terwijl mijn vader dus bij de Nederlandse Spoorwegen werkte. Heb ik deze wagen gekocht. En reed 3 jaar zonder rijbewijs. Door Enschede. Heb je het nu wel? Nu heb ik het wel. Ja, ik heb het nu wel. Ik heb het later gehaald. Ik heb het hierin geleerd. Dolf, ik heb het hierin geleerd. Oh, ho, ho, ho. Let op, dit is een Ford Mustang. Dat is even wat anders. Het is een Ford Mustang, dus hij hoort eigenlijk ook bij Hermine. Nou, ik kan wel zeggen, ik heb er dus minder mooie herinneringen aan. Oh, ik had een Ford Mustang inderdaad, een schitterende, geel, was niet rood hoor, zoals deze. Ja, maar ja, ijdel als ik ben, toen ook en nu nog. Ik moest zo nodig vlak voor het optreden nog even naar de kapper. En dan met een bloedgang natuurlijk. Hè. Heel hard. Maar voor mij reed iemand, dat dacht ik tenminste dat daar iemand reed. Maar die stond stil en dat zag ik dus niet op tijd. Die stond ook niet op zijn rem, dus ik kon het niet zien. En ik moest uitwijken. Dan had ik keus tussen of een frontale botsing, of tegen die auto voor mij, of naar rechts. Dat heb ik dus gedaan en... Ongeveer alles wat aan de kant van de weg stond, heb ik meegenomen, inclusief lantaarnpaal. Die heb ik nu dus zelf. Ik heb zelf een eigen lantaarnpaal, maar die moet je betalen. Ja, helaas. Maar ben je er goed van afgekomen? Ik ben er heel goed van afgekomen. Een lichte hersenschudding. Ja, dat daar was ik blij mee, want ik was al bang, misschien zit er niks, maar toch. Toch nog een lichte hersenschudding. Ja, maar meer niet. En dat was alles. Maar er zat wel ontzettend veel aan vast. Want er stond in de krant dat jij dus zwaar gewond was. Ja, inderdaad. En dat je een been moest missen. Over alles. En dat je een oog moest missen.
En ik weet nog goed, Dolf, dat wij in Haarlem een concert hadden, een Gert en Hermien show in de Schouwburg, dat er geen kaart werd verkocht. De directeur belde me op en zegt, moet je luisteren Gert, ik lees in de krant dat jouw vrouw een ongeluk heeft gehad. En de oog kwijt was. En de oog kwijt. En ik verkoop geen kaartje voor jullie show, want ze is er niet. Nee. Toen zeg ik, maar ze is al lang weer beter, ze is thuis en het gaat erg goed met haar. Wij komen toch wel naar Haarlem. En toen zijn we daar naartoe gegaan, toen was er een tentoonstelling in Haarlem. En dan zijn we dus achter een standje gaan zitten, een stapel foto's voor ons neerleggen. Zo, hè? Om zoveel mogelijk mensen te bereiken door te laten zien dat Hermien kerngezond naast mij zit. Ja. Ik teken een foto voor een manneke die komt eraan. Ja. En hij zegt, wat jammer dat Hermien er niet is. Ja. Want ik zou van haar ook zo graag een handtekening willen hebben. Ah. Toen zei ik, daar zit ze. Toen zit die vuile smeerlap en hij smeet me zo die foto naar mijn hoofd. Met een ander wijf hier zitten en dan zeggen dat Hermien dat is. Ja. Schaam je wat, zei hij tegen. Bah! Ja. Goed. Mustang. Hebben we gehad. En dan ga ik even nog in het koppertje zoeken. Heb je nog meer? Nog meer? Ja, ik ben een soort Nicolaas. Heb je toch allemaal even mee kijken. Genomen, ja, hier heb ik het al. Ja, ja, hier komt het. Er is een verrassing in. Ja. Wat hij allemaal heeft. Ja? Ja, zeg maar. Zijn jullie bereid? Hupsakee. Kijk eens. En wat zou dat nou zijn? Dat is koelstof. Ja. Van de auto. Ja. Van de auto, ja. Ja. En dat zet ik nu maar neer en vertel nu maar je verhaal. Het is een smerig verhaal, maar wel leuk. Je daagt me nou uit om iets te zeggen. Ja, ik zou zeggen, doe dat maar. Koelwater. Ja. Ja. Dat moet iets te maken hebben met weer een auto. Ja. Was het niet ook zo'n soort natuur, zo? Oh. Ja, zij weet het volgens mij. Ja, natuurlijk weet ze dat al. Ja, vertel dan. Ik sta verbaasd. Hoe weet je dit allemaal? Ja, wij hebben onze bronnen, begrijp je wel? Nou. Ja. Maar goed, ik wil het heel kort nog vertellen. Ja. Ik weet niet. Je bent een man met ervaring, neem ik aan. Nou, goed, ja. En of je die dingen nog kunt herinneren. Als je jong bent, dan wil je wat, hè? Oh ja? Ja. Ja, als je ouder wordt ook, is maar dat. Ja, natuurlijk. Als je ouder wordt. Maar goed, in elk geval. Er was een moment, we waren niet ver van huis. Nee. We waren alle twee nogal zeer romantisch op dat moment. Ja. En ik had een oud Opeltje. En die lekte nogal van binnen. Ach. Maar dat wist ik niet. Tot ik erachter kwam. Op het moment dat wij in de auto een kunstje aan het plegen waren. Hoe bedoelt u? Nou, ja, hoe leg je hoe dat uit? Hoe leg je uit, dat nou uit, hè? Nou, iedereen begrijpt. Ja, ik heb mijn leeftijd. Ik weet het allemaal niet zo goed meer, maar zegt u misschien maar. Ja, dat zeg ik. Dat kan de leeftijd zijn dat je iets van... Oh! Ja? Ik heb het al heel lang geleden. Ja, ik goed. Dus, in die auto. Ja. Op mijn knietjes. Ja. En... Ho. Even wachten met jullie verhalen. Want eerst komt... De reclame. Die auto. Ja. Op mijn knietjes. Ja. En ik kom thuis later. Ja. En toen zat mijn studiotechnicus zat nog in de keuken met ons kindermeisje en onze secretaresse die we toen hadden. En wij kwamen nogal laat binnen, want... Ja, dat had even geduurd natuurlijk. Dat had even geduurd. Ja, oponthoud, klein oponthoud toch. Ja, ik zeg nou, we zijn dus wat omgereden en toen keken ze naar mijn knieën. Ja. En ik had een lichte broek aan. Toen zei ze, oh ja, ik zie het al, je bent omgereden. Je bent wel heel ver omgereden, hè. Want ik had mijn knieën kliedernat van de koelvloeistof die wat hier staat. Heb je een mooi verhaal? Pieter, kort. Ja. Kort. Nou ja, kort. Nou. Het is mooi. Het is toch de moeite waard om het eventjes, mag ik nog even doorgaan? Heb ik nog hele leuke... Ja, ik heb het nog, ik heb nog hele leuke dingen. Jawel, daar komt ie. Let op. Een aap. Ja, wacht. Ga vast. Ik zal hem vasthouden. Dat is voor jullie alle... Dat cadeau is voor jullie alle twee. Hallo, een ogenblik. Oh ja, ik heb het. Wordt er iets bij nog? Dat is voor jullie alle twee. Kijk eens. En zeg maar nu maar eens. Ja, jullie zien het al. Hij wil alleen maar op de seks toe met ons, Hermien. Verdomme.
wat is dit had ik eigenlijk? Dat allemaal nooit verteld aan iemand. Heeft dat dan mee te maken? Nou, denk ik wel, ja, want ik zie een aap en een olifant. Doet u dat maar? Alleen de verhouding is natuurlijk verkeerd. Dus we hebben geen grotere olifant, maar ik zal toch vertellen waar het verband mee houdt. Daar gaat het om. Alweer. Ik had verkering met Hermien. Ja. En ik vertelde ik haar een heel lullig mopje. Gewoon simpel mopje. Ja. Het aapje in het oerwoud komt een olifant tegen en die zegt: Jumbo, laat me een keertje. Waarop Jumbo zei: ga weg, snotaap. Het aapje bleef maar zeuren: Jumbo, mag ik een keertje? En die olifant denkt: die blijft maar zeuren. En hij zegt: ga je gang. Dus het aapje springt op die olifant. Ze staan onder een kokosnotenboom. En op het moment dat er dus een kokosnoot uit de boom viel, viel die bij het aapje, of bij de olifant, zo was het, op de kop. Waarop die olifant zei, die grote Jumbo: au! Waarop het aapje zei: ach Jumbo, de eerste keer doet altijd zeer. Ja, ja. Dat is de clue. Het is echt. Ik snap hem niet. Het is echt. Dat is meer klaar. Maar, ja. maar goed. Ik vind hem heel leuk. Ja. Ja, ik heb het in ons boek geschreven. Ik heb het in ons boek geschreven. En dat mag heel Nederland wel weten, want iedereen herinnert zich het eerste nummertje wel wat ze gemaakt hebben. In elk geval, bij ons thuis hadden we een opklapbed. En op dat opklapbed was een plankier en boven op de plankier stonden pulletjes. Ja, ik weet het. En een foto van mij in een zilveren lijstje, dat had moeder dan neergezet. Ja, ja. En Hermien bleef die nacht bij mij slapen. Daar gebeurde het. En op het moment dat we dus bezig waren, kwam dat Smyrna kleedje naar voren. Oh ja, met al die pulletjes erop en die foto. En die foto die kwam precies midden op mijn hasses, waarop ik zei: au! En Hermien zegt: ach, herinner aan deze. Ja. Deze mop, ja. Gert, de eerste keer doen we altijd zien. Ja. Ik vind het heel een ontroerend. Ja, ontroerend. Ik zal erop denken, want wij hebben thuis ook een opklapbed. Ja. Maar goed, het heeft er even niets mee te maken. Strangers in the night. Oh, was dat schrikken? Ja, maar ik begin toch niet voor niets te zingen. Er zal toch wel wat een verhaal achter zitten. Strangers in the night? Strangers in the night. Ja, strange. Je wilt daar. Ik weet het. Denk nou eens goed na. Oké. Okay. Ik weet. Ik denk dat het is dat gaat over Israël. Juist. We hebben een tijdje in Israël gewoond, omdat we samen reizen organiseerden naar het beloofde land. En we woonden in Bat Yam, vlakbij Tel Aviv, in een flatje dat hadden we gehuurd van een Hagenees. Ja, een hele bekende pianist, een wereldberoemde pianist, Ashkenazi. En we hadden zijn flatje gehuurd, het was op het derde etage. En het waren eensteens muurtjes, dat weet ik wel. En we hadden een jong echtpaartje bij ons, waarvan het vrouwtje dus eigenlijk ons kindermeisje was. En ze had zelf ook een babytje. En die waren ook meegegaan naar Israël. En we hadden aan die jongstelletje hadden we onze slaapkamer gegeven. Hermien sliep met de kinderen op een andere slaapkamer. Op de grond, op een matras. En ik sliep in de woonkamer op een slaapbank. Ja. Tegen de muur? Tegen de muur. Ja. En ik zag al dat er een paar scheuren in die wand zaten. Maar ik wist niet wat er zou gebeuren. Dezelfde nacht, die eerste nacht toen we daar waren, begon het kleine kereltje daarnaast. Die begon te huilen midden in de nacht om 3:00. En dan stapte die vader het bed uit en dan zette hij een grammofoonplaat op van Frank Sinatra. Strangers in the Night. Nou, en daar lag ik dan naast. Die grote boksen van 150 watt had hij aan de muur hangen. Vandaar ook die scheuren erin. En ik heb de hele nacht niet geslapen, want het keertje kon alleen maar slapen als Strangers in the Night opstond. Dat vond hij prachtig. Nou, ik kan er toch een beetje inkomen. Ja, prachtig. Ja, dat is het ook. Alleen wij waren er niet aan gewend natuurlijk, zo midden in de night. Nee, dus het schrikken is... Ik zou zeggen, ik vind het heel mooi met jullie. Kijk eens aan. Dat is fijn. Oh, dat is het. Lekker. Nou, dat ziet er goed uit. We zijn er nog niet. Kijk eens, deze prachtige glazen. Dat ziet er anders uit. Jawel. Aan de kinderen. Ja. Denk eens aan de kinderen. Er staat een tekentje op. Het is alleen niet mijn kind dit natuurlijk. Van wie? Dit is natuurlijk het logo van Playboy. Ik kan het niet missen. Ja. Dat kan weer niet, missen. Ik ben meer dat ik aan die dingen denk. Ik heb ook twee dochters. En ik was jaloers. Dat mag u best weten. Ik dacht,
had ik leuk gevonden als mijn dochters ook zo... Ja, echt? Die zo, jawel. Nou, ik weet het niet, ik weet het niet. Heeft u dat pijn van? Nee, nou, dat niet hoor. Nee, dat niet hoor. Alleen wisten wij natuurlijk van tevoren... Ja. Dat alle kritiek die erop kwam bij ons terecht zou komen. Bij ons, niet bij maar, de dochters. Maar, u moet maar denken... Een fikse vergoeding stond er te wachten. Oh, niet voor ons. Niet voor niet ons? Niet voor ons natuurlijk. Oh, voor u? Nee, de vergoeding voor was voor de dochters. Niet voor ons. De vergoeding was voor de dochters. Ze hebben er iets nee, van zeker gehad. Niet. Wij niet. Maar nee, wij nee, hebben nee. Er niks van gehad. Vind ik triest. Ik zou zeggen, maak hem maar open. Mag ik hem openmaken? Ja. Moet ik aan de kant? Ik kan weinig gevaar. Oh. Hoogstens een gat. Oeh. Allee! Oeh. Iets heel bijzonders, dat heeft met je carrière te maken. Ja. Hoor je wel hoe ik dat zeg? Met je carrière. Oeh. En dat is dus voor jou eigenlijk. Hè? Kijk eens wat een prachtig. Ja. Ja. Ja, natuurlijk. Ja. Natuurlijk. De Derby's op de Dam. Juist. Ja. Dat is toch wel een succes voor jullie geweest. Dus het nummer is gewoon niet weg te denken. Ja. We zijn er erg blij mee dat het. Geboren is het nummer, want het is vanaf 1972 ja, het is al. Dat wij dat nummer hebben gemaakt. Ja. En we hebben wel vaak een nummertje gemaakt, maar dit was een heel belangrijk nummer. Ah, ja. En dit is een groot succes geworden in Nederland. En ik zou haast zeggen, de derde generatie zingt het op het ogenblik nog steeds. En als we dan toch met elkaar gaan proosten hier, ja, waarom zingen we dan niet gemeenschappelijk nog één keer? Alleen als Dolphin ook meedoet. Als jij ook meedoet, dan gaan we dat samen nog één keer zingen. Ja, waarom zou het eigenlijk niet doen? Je hebt niet meer in de koffer zitten, hè? Is dat nu? Ik ga het nog even checken. Even checken. Want zo'n eenvoudig kunt het niet weten wat is. Even kijken. Nee, het is op. De verrassingen zijn niet van de lucht bij jou. De verrassing is op. Nou, oké. Gezondheid. Wat had je dan willen zingen? Dan zingen we. Drieën zingen we. Alle duiven op de Dam. Shalalali. Shalalala. Ja, die weten hoe het kwam. Shalalali. Shalalala. Want ze zaten op je schoot, shalalali, shalalala. Ik was gek op duiven, daarom vond ik jullie liedje zo mooi. Mm-hmm. Ja. En die duiven deden dat zo mooi, hè. Roehoe. Dat ging, nog steeds heb ik dat. Muziek. Vooral als het morgens heel erg vroeg is. Behalve als ik dan mijn eigen plaat ertussen hoorde, die vond ik dan wel weer, toch wel weer mooier. Ja. Maar dat heeft er niets mee te maken. En daarom zou ik, al gaan we dan van elkaar weg, gaan we toch niet weg zonder de groeten. Heel fijn. Daarom tot ziens. Tot ziens. Ga nooit weg zonder te groeten. Ga nooit heen zonder zoen. Doei. Ga nooit weg zonder te praten. Dat doet soms een hart zo pijn. Wat je 's morgens hebt verlaten, kan er 's avonds niet meer zijn. Dat had u niet gedacht. Jawel. Prachtig. En zo precies op tijd.